Jij eerst. Ja, ik eerst. Volgende week ga ik naar de speler toe. Ja. Dus, dan moet je daar iets over gaan vertellen. En dan denk je van, eigenlijk staan we er gewoon heel goed voor. Iedereen is fit. Het kan één groot feest worden. Dus ik had bedacht, ik ga iets heel vrolijks doen vandaag. Ja. Dat totaal niks te maken heeft met Sven Kramer of met Koen Verweij. Maar de actualiteit achterhaalt me alweer een beetje. Want er is wel gewoon weer serieus nieuws. En dan is het toch die Olympische Spelen en dan is het toch weer die Russen. Er komt weer een nieuwe documentaire en die wordt vanavond uitgezonden op NPO 2 om na Nieuwsuur van Hajo Seppelt. En die heeft weer informatie over wat er allemaal gaande is. Die heeft onder andere die Rodchenkov gesproken van Icarus. De klokkenluider. Ja, en er komt uit dan dat er nog meer is. Dus niet alleen 2014, maar ook 2012, ook 2008. Maar ook bijvoorbeeld dat ook het IOC eigenlijk niet eens wilde gaan straffen. Dat er ook bepaalde bonden zijn die niet eens out of competition controls doen. Mm-hmm. En dat ook nog weer die nieuwe flesjes, dat die eigenlijk weer niet goed zijn. Dus er gebeurt weer heel veel dingen. Ik heb het nog niet gezien. Ik kijk daar heel erg naar uit om te kijken naar wat er dan vanavond allemaal weer komt. En dan hoop ik ook dat het daarna afgesloten is. Dat we daarna even lekker op de sport kunnen gaan. Daarna gaan we sporten. Ja, en dan lekker schaatsen. Dan gaan we lekker schaatsen. En veel medailles winnen. En veel medailles winnen. Want het feit dat ze niet zijn, maakt het onze kansen wel groter. Dat maakt het dan weer jammer. Ja, dat maakt het. Maar als het gewoon vals spelen, dan is het zeker jammer. Okay. Ik wil natuurlijk een goede competitie hebben. Maar de wereld verandert gewoon. Maar sommige dingen veranderen gelukkig niet. En? Er gaan ook gewoon weer mensen mee. En dat vind ik wel heel leuk eigenlijk weer. Want het schaatsen moet vernieuwen. En dat moeten we ook vooral blijven doen. Maar sommige dingen zijn eigenlijk gewoon best wel goed. Mm-hmm. En dat is bijvoorbeeld Kleintje Pils. Het dweilorkest? Het dweilorkest gaat gewoon weer mee. Ja. Gaat gewoon mee. Ik heb ze meegenomen. Ik zag het nummer Gangnam Style ingestudeerd. Ja. Zeer toepasselijk. Ja, zij horen erbij. Wij nemen als Nederland gewoon dat orkestje mee. Wij nemen ze gewoon spelen. Iedere keer weer. Dat hoort gewoon bij het schaatsen. En natuurlijk moet je af en toe wel dingen vernieuwen. Maar sommige dingen zijn gewoon leuk. Weet je? En dit is gewoon prima. Dus ik ben blij dat ze gewoon weer meegaan. En dat we uit gaan winnen.